video, want het is alweer 2013, jongens. Wauw. Ik zit in mijn nieuwe kamer, in mijn nieuwe huis. Ik ben op oudjaarsdag verhuisd. En ja, hier ga ik de komende tijd mijn video's opnemen. Ik zit nu toevallig op een bank. Ik weet niet of ik altijd mijn video's nu, vanaf nu ga opnemen op de bank. Maar in ieder geval wel nu. En ik heb nog een video die ik nog moet opnemen. En dat is alle favorieten van het jaar 2012. Ik heb hier een heleboel spullen liggen die ik met jullie leuk ga bespreken. Jullie zagen net al in de intro alles voorbij komen. En ja, ik ga nu vertellen wat mijn favorieten zijn en welke producten ik echt heel veel heb gebruikt in het jaar 2012. Dus kijk gezellig mee. Als allereerst heb ik hier een product van Lush. Dit is de Lemony Flutter. En dit is een nagelriemcreme. Echt een hele fijne. Hij ruikt ontzettend lekker naar lemon. Ja, ik doe samen met mijn zus. We zijn nu ongeveer over de helft. En het is gewoon een hele fijne crème om je nagelriemen mee te verzorgen. En het is ook heel handig voor je ellebogen als die wat droog zijn om daar wat te smeren. En dat werkt gewoon heel erg goed. En het is gewoon een heel fijn product. Als tweede een product dat ik nu echt nog maar iets langer dan een week gebruik. Maar ik wil hem er toch in doen. Dit is namelijk de Pure & Nature hydraterende dagcreme van de Action. En dit is een vrij natuurlijk product. Dus het bevat geen parabenen, minerale oliën of siliconen. Dus dat vind ik wel echt heel erg goed. En hij kost maar €1,50 en hij werkt echt heel erg goed voor mij. Ik gebruik de eerste de Estee Lauder Daywear dagcreme. Dat was een mini. En ik gebruikte nog een dagcreme in combinatie. Ik weet even de naam niet meer. Maar goed, dat waren twee minis. En dat ging heel snel op. En dit jaar 2012 was voor mij echt een jaar waarin ik op zoek ging naar een goede dagcreme voor mijn huid. En dit vind ik op dit moment wel echt een hele fijne. En ik merk ook dat mijn puistjes weggaan en zo. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Dan twee nagellakjes. Twee die ik echt heel erg leuk vind. Als allereerste is dit van Rimmel London, de 500 Peppermint. Het is een beetje een groen mintachtig lakje. Ja, niet groen, maar mint. Die vond ik wel echt heel erg tof. En ik heb dit jaar echt heel vaak de 500 Peppermint van Rimmel London vaak gedragen in combinatie met een topcoat. En deze vond ik ook heel erg leuk. Deze komt van de Limited Edition Collection Catrice Spectacle Art. En dit is de Gold Leaf topcoat. En die vind ik wel heel erg vet met die gouden en funky grote glitters. Dus, dit zijn wel echt twee lakjes die ik dit jaar heel vaak heb gedragen. Maar dit waren dus ook echt favorieten. Dan een foundation. Dit is de Miss Porty So Matte Perfect Stay Foundation. En ik heb hem in de kleur 001 Ivory. En zoals jullie weten was ook een groot favoriet van mij de Rimmel London Match Perfection Foundation. Maar die heb ik vooral gedragen toen het rond de zomer / dat het al wat herfstweer werd. Zeg maar dat het echt wel een beetje herfst werd. Toen was die echt perfect voor mij qua kleur. Toen matchte die echt perfect met mijn huid. Maar nu is mijn huid gewoon toch een stuk lichter. En dan is deze gewoon qua match met mijn huidskleur veel beter. En ik vind hem heel erg fijn. De structuur is een beetje apart. Een beetje moesachtig. Maar ik vind hem wel echt heel erg goed. En hij blijft lang zitten met in combinatie met een basis en met een poeder. Dus die vond ik ook heel erg fijn. Dan een poeder. Dit is de Catrice Prime and Fine Translucent Loose Powder. Is een transparante losse poeder. Zoiets kennen we ook van MAC. Ja, dit vind ik echt gewoon een hele fijne losse poeder. Hij zorgt ervoor dat het wat matteert. En het fixeert het ook. En het blijft het langer zitten. Echt een hele fijne poeder vind ik dit. Je moet wel oppassen dat je niet te veel aanbrengt. Want dan krijg je zo'n witte waas. En dat wil je natuurlijk niet. Maar wel echt een aanrader. Dan een MAC blush. Of eigenlijk is het een highlighter. Dit is een van een limited edition collectie. En dit is een highlighter powder. Tenminste, zo noemen ze het. Maar ik vind het geen highlighter, want het bevat heel weinig glitters. En ik zou het eerder omschrijven gewoon als een blush. En ik gebruik hem ook als blush. Ik vind hem gewoon heel erg leuk met de verschillende kleuren. En het maakt gewoon een hele mooie licht roze blush eigenlijk. En ik vind hem gewoon heel erg leuk. Deze komt volgens mij trouwens uit de C. Hilaire collectie. Dan nog een blush. Dit is de Rose Gold Blush. Een hele mooie blush. En ik liet hem net vallen. Dus mijn plate, wit plate, zit nu ook onder de rose gold blush. Yeah.
Maar er zit dus nu ook een gat hierin. Echt heel vervelend. Maar goed. Dit is de Rose Gold Blush. Echt een prachtige blush van Sleek. Op veel blogs werd hij echt al geliefd. En toen dacht ik, oké, ik moet hem ook hebben. Dus toen heb ik hem gekocht. En echt, ja, het is echt een prachtige blush met de gouden shimmers. En lekker warm, waar ik van hou. Ik heb hem nu ook op. En ja, dit is gewoon een prachtige blush. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik gebruik hem ook echt heel erg vaak. Dan een highlighter. En dit is een highlighter van Catrice. Dit is de Make to Stay Highlighter Pen. En een favoriet van mij. Gewoon omdat het zo makkelijk is met aanbrengen. Je kan echt heel makkelijk zo op je jeukbeenderen een stipje zetten. En dan mooi uit te blenden. En het is gewoon heel erg handig ook om onder je wenkbrauwbot te gebruiken. Of in je binnenste ooghoek. Het is echt een... echt een favoriet. En Catrice gaat er meer maken in verschillende kleuren. Want echt, het is een geliefd product. En ja, het is gewoon een hele fijne budget highlighter. Twee oogschaduwpaletten. Ook weer van Sleek. Het Oh Natural Palette en het Oh So Special Palette. Allebei twee paletten die ik heel erg fijn vind. En vaak gebruik. Eigenlijk bijna in elke ooglook komt hij alweer van pas. En dan gebruik ik niet één. Weet dan... dan heb ik gewoon, maak ik een ooglook en dan, ja, dan denk ik, oh wacht, ik moet nu toch wel echt even een kleur van het Oh So Special palette gebruiken van het Oh Natural. Dus ja, het is wel echt zo dat ik ze echt heel vaak gebruik. Ik wil er ook echt wel meer gaan aanschaffen, gewoon omdat ik ze zo'n fijn vind. En ik merk echt van, als ik deze paletten koop, het geld is het waard, zeg maar. Gewoon elke oogschaduw gebruik ik, niet eentje is ongebruikt. Ik gebruik ze gewoon echt allemaal. En ik denk, dat heb ik bijna nooit echt in een palet. Het is wel zo dat ik eigenlijk nu wil gaan sparen. Nee, gaan sparen. Ik wil graag het Naked Palette kopen. Omdat ik echt denk dat ik ook al die kleuren uit het Naked Palette ga gebruiken. Maar goed, tot terzijde. Het zijn gewoon twee geliefde paletten van mij. Het Oh So Special Palette gebruik ik op dit moment iets minder dan het Oh Natural. Maar het Oh So Special Palette bevat wel een kleur die speciaal echt goed echt geschikt is voor mij om als wenkbrauwpoeder te gebruiken. En dat is namelijk deze bruine tint. En ja, dat is gewoon echt een perfecte kleur voor mij om als wenkbrauwpoeder te gebruiken. Ik heb het op dit moment toevallig niet gedaan. Maar meestal zet ik mijn wenkbrauwen wel nog iets meer aan. Het Oh Natural Palette daarentegen is echt gewoon dagelijks gebruik. Ja, het is voor mij echt een perfecte palet met mooie tinten waarmee je gewoon veel kan. Dus ja, deze twee paletten zijn echt geliefd. En je hebt voor 10 euro zo'n palet in huis. Dus het is echt gewoon eigenlijk geen geld. Ja. Oogschaduwbasis van Essence, de Isla States Eyeshadow Base. Een hele fijne oogschaduwbasis. Ja, gewoon, ik heb ook nog nooit echt een andere gehad. Omdat ik deze gewoon zo fijn vind. Dat ik denk van ja, ik kan wel een andere kopen. Maar goed, deze is veel goedkoper. Maar ik denk dat ik toch wel binnenkort de Shadow Insurance van Too Faced ga aanschaffen. Gewoon omdat ik er zoveel goede verhalen over hoor. En ik hem graag voor jullie wil testen. Ja, dit is gewoon echt een hele fijne. Het enige nadeel vind ik dat hij niet heel erg hygiënisch is. Omdat je hem aanbrengt met een sponsapplicator. En die komt dan gewoon steeds in aanraking met je huid. Maar goed, ik gebruik hem. Ik alleen gebruik hem. Dus weet je, dat... in dit geval valt het wel mee, maar het is echt een fijne oogschaduwbasis. En er staat sinds kort een review van online. Dus kijk even op Invited Beauty. En dan kun je gewoon in de zoekbalk Essence I Love States Eyeshadow Base intikken. Ik heb twee mascara's die ik het afgelopen jaar echt veel heb gebruikt. Dus allereerst een budget versie. En dit is de NYC... dit is de NYC Volumizing Mascara. En dan Showtime, de Showtime versie voor mij. De Showtime mascara. Nou goed, maakt niet uit. Een hele fijne budget mascara. Hij doet gewoon wat hij moet doen. En ja, daar vind ik hem echt heel goed in. En ja, het is gewoon een hele fijne mascara voor 2 euro. Dus wat wil je nog meer? Dus als je een keertje te weinig geld hebt omdat je een hele dure palet hebt gekocht of zo. En je hebt een mascara nodig. Kijk even bij het NYC-schap, want dit is echt een favoriet van mij. Dan wel een wat duurdere versie. Het is wel een mini. Ik heb nu, dit is al de tweede keer dat ik een mini hiervan heb. Ik wil echt de grote versie gaan aanschaffen. Maar elke keer krijg ik minis ergens bij. Dus ja, dan denk ik, ja, is niet echt nodig. Dit is de Estée Lauder Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Een hele fijne mascara. En als ik mocht kiezen tussen de NYC en deze, dan is dit echt mijn favoriet. Gewoon omdat... weet je, ik gebruik hem elke dag. En ik heb echt wel een boel mascara's. En toch elke keer grijp ik naar deze. Dus dat zegt wel gewoon wat. En ja, hij is gewoon fijn. Hij geeft volume. Maakt mijn
wimpers goed zwart, blijft lang zitten. Echt een top mascara. Dan als laatste komen we aan bij de lipproducten. En dan heb ik het eerst over de lipbalsams en zo. Oh. En dat is de Bird & Beast lipbalsam. Ik vind de geur echt verschrikkelijk. Oké, goed begin van een favoriet. De geur vind ik echt verschrikkelijk. Hij ruikt heel sterk naar pepermunt en ik hou er absoluut niet van. Maar zijn werking is wel echt goed. En ik probeer het altijd maar gewoon 's avonds gewoon standaard op te doen voordat ik ga slapen. En weet je, dan heb ik toch gewoon pepermuntgeur van mijn tandpasta. Dus dan kan dit er ook nog wel bij. En dan merk ik gewoon dat 's ochtends mijn lippen veel zachter zijn. En dat gewoon veel makkelijker. Ja, gewoon geen velletjes, geen droge lippen. Dus dat vind ik wel echt een... voor de werking vind ik hem echt heel erg goed. Maar voor de geur iets minder. Verder vind ik wel heel erg fijn en mijn huid lekker. Dat zijn de NYC Appalicious Lip Balsams. Ze zien er gewoon schattig uit met een appeltje in het binnen. Met veel goede verzorging. Verzorgende bestanddelen binnenin. En het is gewoon een hele fijne lipbalsam. Hij werkt ook echt en hij ruikt gewoon ontzettend lekker naar appels. En kijk eens zeker even bij het NYC-schap voor deze schattige lipbalsams. Als laatste een lipstick van MAC. Dit was mijn allereerste MAC lipstick. En dit is de kleur Chatterbox. Een hele mooie, beetje roze-achtige kleur. En ik heb alweer hele mooie MAC lipsticks gezien. Dus er komt er vast binnenkort eentje bij. Maar goed, dit was het eigenlijk. Dit waren mijn favorieten. Ja, van het afgelopen jaar. Oh, wacht. Dat is trouwens niet waar. Ik ben nog niet klaar. Want dit is ook een favoriet van mij. Dit is namelijk de Werperkrultang van Elf. Elf is een webshop. En die verkopen heel veel dingen voor 1 euro. En ik vind deze heel erg fijn. Hij zat in de Glossybox. Ik weet niet meer van welke. Maar welke maat. Maar goed, hij is gewoon heel erg fijn. Je houdt, kan hem stevig vasthouden. En hij geeft echt al heel veel volume aan mijn wimpers. Dus het is echt een hele goede wimperkrul. Dit was het dan echt. Dit waren al mijn favorieten van het jaar 2012. Waarvan ik echt denk, oké, in het jaar 2013 ga ik die ook nog heel vaak gebruiken. Ik hoop wel dat er nog meer nieuwe favorieten bij komen. En ik hoop dat het Naked Palette is. Maar goed, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En in het nieuwe jaar komen er weer een heleboel video's. Zoals altijd. En dan wens je nog een hele fijne dag. En vergeet je niet te abonneren om op te weten te blijven. Van je buiten beauty. Doeg!